Welkom iedereen bij mijn let's play van Megaman X4. En Dobbel begint al terwijl ik aan het opnemen ben. Dobbel, wat wil je zeggen? Raptiforce has flown off into space. Dobbel, watch your ship for me. I'll go after them. Waar speelt het eigenlijk af? Is HQ op aarde of is het de satelliet? I'm leaving you in your charge here, Dobbel. Oké. Final weapon. Oh, not again. Hey, watch it. I'm terribly. I'm terribly sorry. Those hunters must not be allowed in. Be allowed in here. Make them. Roger. What a beat. Hey, Dumble. What's the matter? Holy shit! Is dat nou bloed? Dat is gewoon bloed! Oké, dus Dobbel is een geheim agent. En op zich, 70% van de hele cutscene ging goed. Hey, soms moet je ook positief ding kijken, hè? Oké, voor mensen die goed hebben geluisterd en niet weggingen toen ze al het ding hoorden fucking ratelen, hebben we gehoord dat X een vrouwstem heeft. Oké, nou over de Final Weapon level. Final Weapon is eigenlijk een level met 3 stages. 1 voor iedere boss. Dus ja, we mogen zo meteen nog tegen onze grote print Dobbel. Fuck. Oh, fucking hell. Dat is oneerlijk. Jezus man. Hoeveel... Wat voor clusterfuck wil je op het veld hebben of niet? Zeg niet dat ik hier al een fight heb. Met zo weinig health wordt het fucking moeilijk. Kijk, Dobbel is er al. Warning, Dobbel. Ik vind Dobbel sprite zo heel dom. Derp. Dobbel, why are you here? Okay. And Raptiforce. Idiots, all of them. They're making my job too easy. What are you talking about? Dobbel, what are you saying? Figured over in heaven. And it's a Mega Man spell. Op zich is je best groot. I'm so anxious to rip you apart. Daar maak ik me heel bang voor. Okay. Deze gozer is een acrobaat. Hij gaat over het hele fucking veld. En het kost al genoeg... Oké. Ik moet even zijn attack pattern even onthouden. Oké, in mijn hoofd was het dit. Gaat hij naar beneden? En zo, ja. Dat is momenteel zijn eerste aanval van... Ja, en dan heeft hij deze. Deze leuke dingetjes zijn rotoplates. Fucking hell, ik kan niet echt goed mikken hiermee. Evil Blades, dat is de aanval, Evil Blade. Echt, zeer originele aanval. Fucking hell, ja, soms springt hij net iets te hoog. Het is op het punt waar jij het laatst hebt gestaan, dus je moet snel reageren. En met lag is dat nooit leuk. Ja.
Oké, eerste poging. Hey, je mag zeggen wat je wil, maar ik deed op de weg dat heel veel mensen me niet hadden verwacht dat ik zoveel zou komen met het spel. Oké, nou, weer dubbels, dorpface. Ik vind dubbels voice actor van dit spel vind ik fucking goed. Fucking hell, fucking hell, fucking hell. Fucking hell, je was veel te dichtbij. Moet je even onthouden, ja, zo en dan fucking doe. Wat? Ah, fucking hell, hij is echt een acrobaat. Je moet echt uitvogelen waar je naartoe gaat. En dan moet je binnen een seconde doen. En hier wil je eigenlijk wel graag die energy tanks hebben, want ze zijn niet best handig. What the fuck? Ja, zie je, hij kan jumpen, hij kan van alles, maar met die rotoblades is alles ontwijk een fucking clusterfuck. Whoop. Whoop. Zo. Anders ga ik zo meteen wel nog die energy tank halen, ik weet wat ik ongeveer kon halen. Ja, pak, pak, pak. Oeh. Kijk, maar die rotoblades zijn het punt. Zometeen kan je nog twee oproepen. En dan is het helemaal een clusterfuck. Het is nu al een clusterfuck. Holy shit, we net op tijd. Ja, zie je? Hij gaat precies. Je moet. Waarom druk ik tekst op nul? Oké, ik ga even op zoek naar waar je de energy tank kan halen. Dus. Ben zo terug. Eén moment. Oké, sorry, daar was ik weer. Ik moet weer naar Jet Sting Race Level. Waarom? Ja, tuurlijk. En levels zoals deze kan hij. Zowat zonder lag kan hij ze spelen. Ja. Logic. Logitech. Ja, fuck iedereen. Fuck. Nou, de tweede sprong hoef ik niet te maken. Deze wel. Woep. Hup. En mijn hoofd hoef ik nou geen jumps te maken, dus ik kan gewoon dit doen. Wheelies! Whee! Ja, ik heb hier een Camtasia. Hij neemt ongeveer 20 fps op, dus... Camtasia vindt het ook niet leuk om dit op te nemen. Ja, ik weet, normaal kan je beter fraps voor zulke dingen opnemen, maar ja, ik ben geen fan van fraps. Oké, wanneer komt Jet Stingray weer aan? Oh, wacht even. Ja, je hebt geen last van boss battles meer. Dat was het. Dus heb je de boss verslagen en hij komt tijdens level een keer tevoorschijn. Oké. Wacht even, moest ik het hier doen? Oh nee, dat was het niet. Ik dacht al, what the fuck? Oké, dus... Ja, ik ben ook een beetje aan het uitvogelen waar ik de energy tank kan halen. Want volgens mij kan ik pas de energy tanks gebruiken als ik alle energy tanks heb.
En je ziet denk ik zeg gewoon niks meer dan een soort van HP up of nou ja, een vulgestoor. Ah, kom! Dat is gewoon gemeen. Oké. Okay. Zo, zo kan het ook. Ik vind het wel jammer dat je dingen niet kan chargen. Maar ja. Je kan niet alles willen. Ik kan alles hebben, hè? Alles willen? Nee, ik kan alles wel willen. Hebben is het toverwoord. Oké, okay, misschien sprong ik iets te ver achteren. Oké. Okay. Ik weet ongeveer hoe het moet. Hup. Hè? Oké, okay, toen had ik hem. Nou, het was waarschijnlijk te snel voor iedereen om wat te kijken. Maar gewoon met Jet Stingray is makkelijk. En nu kan ik tenminste de final weapon weer doen. En als het goed is, kan ik daar wel mijn energy tanks gebruiken. Ready. Ik heb alleen 0 HP en dat vind ik 0 levens. Dat vind ik zo fijn. Dus ik kill me maar even gewoon. Bring it. Whee! I'm gonna fly like an eagle into the... Werkt nou het energy tank? Dat is mijn vraag. Hoe laat je die dingen op? Dat is mijn vraag. Of moet ik daarvoor gewoon echt doodgaan? Want ik heb al gezien, dan hebben ze compleet levens en dan kunnen ze meteen die energy tanks gebruiken. Non-stop, dus... en... ik kan waarschijnlijk... wel halen zonder energy tanks. Maar dan wordt het fucking moeilijk. Oké. Dun, 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 dun. Dash, spring. Ja, heel leuk. Hoep. Alsof ik dom genoeg ben om hiervoor te vallen. Spring. Natuurlijk, zijn raketten blijven wel weer. Shoo. Ah, shit, ik had verwacht dat die dash wel iets verder zou zijn. Zo. Fuck. Dank. Ah, nee. Oké, ik weet het. Ik heb het mooi opgelost zelf. Zo. Het is niet jammer van dit. Ja, en alle monsters verdwijnen opeens. What the fuck. Wacht even, moet ik... Gaat het af... Komt hij af een tijd terug? Of moet ik een monsters voor killen? Wat is de dealio hiermee? Ja, ik weet niet hoe energietanks werken. Lach maar uit als jullie dat willen, maar ik weet het niet. Waarom krijg ik dit stuk opnieuw? Double. Veel plezier ermee. Fuck jou. Zo, nou ja. Het is gewoon een lange tijd voordat je dit hebt opgeladen. Fuck it. Ja, fuck.
fuck, ik krijg hem niet onder controle. Wacht even. Blijf nou op deze manier doen. Oké, kijk, als ik de ruimte heb, dan kan ik het wel ontwijken. Dus eigenlijk kan je wel een beetje vergelijken met de webspider gevecht. Fuck. Ja, ik moet er echt van ontwijken. Ja, en dan... Fuck it. Huppa. Oh, fuck. Bye. Ah, man. Ah ja, dit wil ik ook nog wel eens een keer doen. Kijk. Die dingen ontwijken kan je niet. Nou ja, degene die onderaan zit wel, maar degene die bovenaan zit is moeilijk. Dus ja, gewoon zo net een beetje hetzelfde als webspiders gevecht. Zorg er gewoon voor dat je niet te veel geraakt wordt in het begin. Dat is leuk. Ah, fucking hell. Is mijn eerste charge shot al weg? Ja, zie je. En soms moet je... Je moet het net kunnen timen. Net op de minuut. Fuck. Zie je? Eén, twee, drie. Oké, één, twee... Dit is te vroeg. Dus 1, 2, 3, 4 moet je hebben. Oké. Dan weet ik dat tenminste. Dus kijk. Hoe hij het een beetje doet, noem ik ook wel soms het zilver. 1, 2, 3, 4. Het zilversyndroom. Hij zegt welke aanval hij doet. Zegt hij destroy, doet hij die aanval. Doet hij evil slash, doet hij die. 1, 2, 3, 4. Iets te vroeg. 1, 2, 3, 4. Kijk, een beetje... Oké, dan moet ik gewoon een beetje schijnbeweging aan het doen. Wat soms wel werkt en soms niet. Oh ja, ik was vergeten te zeggen dat hij het 2 kan. Ik zou waarschijnlijk vergeten te zeggen dat hij ook nog verdomme 2 kan. Kijk, die dingen... Oh, ik kan niet verwachten dat ze zo hoog zouden zitten. Hup. Boom. Ik denk nog 3 hits. Kom maar hier. Dan spring ik zo over je heen. Oké, rustig blijven ademen. Dan komt alles goed en gaat hij neer. Fuck. Fuck. Waarom is het telkens zo verdomme close met deze gevechten? Double. Damn, how could I lose to a weakling like you? Double, tell me, why did you do this? You're naive, X. I was sent as a spy from the fairy, beginning to keep an eye on you. Double, I trusted you. That naiveness may... be your fatal flaw. Goodbye, X. See you in the afterlife. En in de Japanse zegt hij see you in hell. Betekent dat alle robots naar hel gaan?
Oké, en nu wil ik graag in de reacties zien. Hoe ver dachten jullie dat ik zou komen met deze Let's Play? Dachten jullie dat ik het zou halen? Dachten jullie dat ik het niet zou halen? Ik wil wel weten wat jullie de verwachtingen waren.